Yo mensen, leuk jullie kijken naar het nieuwe video op Provisor NL. Dat kanaal ja. Dat is mijn nieuwste kanaal. Het kanaal was dus net 31 december begonnen. Maar ik heb wel iets. Ik wil jullie trouwens iets laten doen. Dit maken. Dit is niet helemaal af. Wat ik vandaag ga doen is een marshmallow masker maken. Een marshmallow masker, ja. Dat wil ik jullie leren. Voor de fans die een fan zijn van marshmallow. Ja, nou, dan kan ik leren hoe jullie een marshmallow masker maken. Of is het een muts of masker? Hallo, ik ben marshmallow. Marshmallow heeft natuurlijk nog ogen en een mond nodig. En er moeten nog gaten in de ogen komen. Of in de ogen komen. Zodat jij nog door die gaten kan kijken. Anders zie je helemaal niks. Dus vandaag leer ik jullie om een marshmallow masker te maken. Of wat dan ook, hoe dat ook nog heet. Een marshmallow hoofd is dat beter te zeggen. Dit is niet het begin. Het begin. Nou, dan moet ik helemaal terug naar het begin. Ik heb een klein stapeltje papier. Ik zou zeggen dat je, nou, ik doe al bijvoorbeeld twee papieren. Hier heb je een papier. Hier heb je ook een papier. Nou, wat je gaat doen, dat je die omtrek van je hoofd even moet gaan meten. Dat moet wel iets groter zijn dan je eigen omtrek. Want kijk, zo kan de marshmallow hoofd erop. Kijk, nu hij kan er zo toch op. Of ik bedoel, dan zit je eigen hoofd in een marshmallow hoofd. En als je de kleine omtrek hebt, zoals je eigen omtrek van je hoofd, dan blijft het zo vast. Dus doe het iets groter dan je eigen omtrek van je hoofd. Ik doe alsof dit een omtrek is van een babyhoofd. Ja, en dan lijm je. Pak zoveel mogelijk blaadjes wat ongeveer de omtrek is van je eigen hoofd. En ik zeg maar wat. 4 blaadjes. Je plakt dus die blaadjes aan elkaar met lijm. En als je die omtrek hebt uitgerekend, dan kan jij het zo gaan lijmen tegen elkaar. Ik doe maar een voorbeeld. Laten wij maar 1 blaadje gebruiken. Kijken of dat wel kan. Hier. Hup, zo, we hebben het dus even gelijmd. Huppakee. En dan, dan plak je het zo aan elkaar. Met je eigen lijm natuurlijk. Huppakee, het is een beetje slordig, dat weet ik wel. Want het is maar een voorbeeld. En als ik het precies wil doen, dan moet het wel mooi zijn. Natuurlijk wel. Dan moet het natuurlijk wel heel erg mooi zijn. Dan heb ik hier een marshmallow. Huppakee. Ik doe alsof dit een omtrek is. Van een hoofd. Het is een beetje lelijk hier. Het moet wel precies goed erin passen. Oké. En dan pak je een ander blaadje. Hier zijn natuurlijk 2 gaten. En als je hoofd hier doorheen gaat. Ja, wat dan? Dan heb je hier een gat boven. Dus we moeten dus ook nog een soort dekseltje maken. Hoe lijm je dit vast? Dat is trouwens de vraag. Hoe ik dit hier heb gedaan, dat is gewoon dat ik gewoon heb gelijmd. Kennen jullie misschien lijm van een lijmpistool? Nou, een lijmpistool. Als je met een lijmpistool eraan lijmt aan de omtrek, dan zit het dus vast. Dan wacht je misschien een minuutje. Dan knip je die omtrek eraf. En dan heb je een soort deksel. Wat je daarna gaat doen. Als je het mooi wilt maken, moet je netjes knippen. Oh ja, en als het aan de binnenkant niet vast zit, dan doe je de lijmpistool gewoon zo erin. Dan lijm je via deze zijkanten hier vast. Oké, dus tip gegeven. Deze omtrek. Ik doe alsof ik een lijmpistool heb. Hier. Dan lijm je deze omtrek zo. Zo. Gewoon netjes. En als het uitgedroogd is, daarna de binnenkant. Oh, oeps. Daarna zo hier de binnenkant. En en als hij bijvoorbeeld nu eraan vast zit, dan moeten wij nog beginnen
met de ogen en de mond. Ja, en als je versteviging wil, dan moet je extra laagje hier om het papier aan de binnenkant gaan lijmen. Want dat verstevigt het. En ja, dat gaat niet zo makkelijk kapot. Snappen jullie? Dit is niet klaar. Dat is sowieso niet klaar, want we hebben nog wat anders nodig. Zwart papier. Ik heb hier binnen zwart papier. Het is een beetje dom dat ik hier heb gelijmd. Want ja, je moet, ik zal zeggen, het verstevigen. Hoe knip je dit eraf? Ik denk dat ik hier wel uren lang zit. Nou ja, het is een beetje lastig, zou ik zeggen. Daarom heb ik hier een zwart papier. Hier kan je de omtrek gaan tekenen van de ogen. En hoe doe je dat? Dan plak je het, zou ik zeggen, het slimste dat je het niet hierop gaat plakken. Want ja, die kan er zo makkelijk uitvallen. Ik zou zeggen dat je het in de binnenkant kan plakken. Dan zit die beter vast en dan valt die er niet uit. Want dat gaat niet makkelijk uitvallen. Iedereen kan natuurlijk de buitenkant voelen. Maar de binnenkant voelt een persoon niet zo vaak. Dus, ik zal wat zeggen. De uitleg. Oké, we moeten knutselen. Hoe doe ik dit? Oh ja, trouwens, ik heb een marshmallow foto nodig. Oh ja, zo doe je dat. Oh, natuurlijk. Ja, zo. Nou, door deze marshmallow foto hier. Zo doe je dat. Nou, oké, nou. Laten we gaan starten daarmee. Oké, wat ik hier dus ga doen, dat ik met mijn potlood die ogen op moet gaan schrijven. En daarna ga ik dus dat figuur hier afknippen, dan plak ik dit zwarte papier er ook op. En dan moet ik ook nog dezelfde vorm van maken. En dan moet ik de zijkanten met lijm plakken, zodat het juist daarop plakt. Maar dan aan de binnenkant. Nou ja, dat gaan we dus proberen. Dus let's go. Nou, ik ben benieuwd hoe lang dit gaat duren. Niet schrikken, hè? Ik heb van een wit blaadje afgeknipt. Deze marshmallow masker is ook. Nou ja, ik wou trouwens de ogen hier ook op gaan tekenen. Zoals jullie zien, dan zien jullie hier afdrukken met een soort potlood. Maar ja, ik dacht van, nou, echt met ogen? Hier, ja, op een marshmallow tekenen. Dat is een beetje te moeilijk voor mij. Daarom had ik even andere papier gehaald. Maar het mondje is niet zo moeilijk, hoor. Ik wil echt precies goed tekenen. Dus hier is het mondje. Als jullie goed kunnen zien, zien jullie een beetje. Ja, hier heb ik een mondje getekend. Ik was echt heel lang aan het nadenken. Wauw, maar ja, dit zijn even de ogen. Maar ik moet even kijken of het wel te groot is. Het is, denk ik, iets te groot, zou ik zeggen. Ik denk dat ik een beetje kleiner moet gaan. Ik moet een beetje kleiner gaan knippen. Wacht. Ja, de ogen vergelijk met de mond. Die zijn denk ik wel wat te groot. Misschien moet ik de mond wel groter maken. Of moet ik de ogen kleiner maken? Dat is trouwens de vraag, ja. Oké, ik moet het zo andersom houden. Dus dat is pas marshmallow. Jongen. Daarom had ik dit even uitgetest. Oké. Hoe moeten wij verder met het mondje? Want het mondje. Ja, ik denk zo, wacht, misschien, ik moet gaan knippen. Maar eerst ga ik
prikken voordat ik ga knippen. Of ik moet eerst met een potlood gaan tekenen erop. Even kijken, jongens. Hoe gaan we dit doen? Ik heb een idee! Ik heb trouwens een goed idee. Misschien duurt deze video een beetje te lang. Nou, ik kan iets doen. Hier heb ik zwart papier. Ik vouw hem dubbel. Zoals jullie zien. Vouw ik dit papiertje hier dubbel. Wacht, hoe doen we? Is er wel een teken hier? Even kijken. Ja. Oké, dubbel vouwen. Goed, ik heb hem dubbel gevouwen. En nu ga ik dus met mijn potlood hier het omtrek gaan doen van de marshmallow oogjes. Deze marshmallow oogjes zijn wel groot. Ja, ze zijn heel groot. Maar wat ik nu ga doen is de omtrek gaan tekenen van deze oog. En we gaan even schrijven met de potlood dat het iets groter moet worden dan de omtrek. En dat ik straks de omtrek van deze oog iets kleiner ga knippen. En de omtrek van deze oog, als ik hem klein heb geknipt, hierop houden. Ja, zo hierop leggen. En daarna schrijf ik met deze potlood erop. En de oog die ik hier zou gaan tekenen, die moet wel een, zeg maar, ruimte nodig hebben om vast te lijmen. Dus zo ga ik het doen. En daar moeten we nog prikken. En dan hebben wij het denk ik gedaan. Maar de mondje maken, dat moeten we nog wel zien. Want ja, dat gaat een beetje moeilijk. Of kan ik het morgen doen? Nou, ik wil het nu wel gaan doen hoor. Zo, iets grotere omtrek. Jullie zien het niet zo goed. Nee, jullie zien het sowieso niet goed. Want het is bijna donker door zo'n grijze potlood. Maar ik kan het uitknippen. En ja, wacht. Ik heb een beetje licht nodig, dan kunnen jullie beter zien. Zo, kijk eens aan. Ja, jullie zagen het trouwens een beetje. Nu ga ik het knippen. Dat ga ik juist doen bij... bij deze oog. Ik denk dat ik de omtrek van het knippen iets groter ga knippen, want heeft ruimte nodig voor lijmen. Marshmallow ogen. Hier, zoals jullie zien. Hup. En hup. Groot, hè? Ja, iets te groot. Deze is ook groot. Maar wacht eens even. Oh ja, natuurlijk. Ga even die kanten knippen. Natuurlijk. Oké, die marshmallow oog, die ziet er zo uit. Oké. Zo moet die dus staan. Ja, inderdaad. Kijk, zien jullie het verschil van de grootte? Zien jullie dat? Hup. Zo, is dit groot genoeg? Oh, man.
Oh jongen, oh, hij is wel net te groot of niet? Ja, het is groot. Het is groot, maar is het wel slim? Is het wel slim? Jongens, oh, hij is nog steeds te groot. Dan moet ik het iets kleiner knippen. Zo groot geknipt dan. Nou, hopelijk. Nou, jongen, kom op, zeg. Kan die in de... Ja. Ja, dit kan. Dit kan. Ik moet wel naar de officiële marshmallow kijken. Wacht. Is dit een puntje? Raak ik hem een neus of oog aan? Dit is iets hoog. Dit is een. Ja. Hup. Nou, wat ik beter moet gaan doen, dat is dat ik hier marshmallow ga plakken. Wacht, ja. Ja, natuurlijk. Ik moet de vorm. Ja, oh, ja, ik moet nog omtrek doen en dan daarna afknippen. Maar ik twijfel. Dit twijfel ik. Dit is zo moeilijk. Jongens, zien jullie dit? Die officiële marshmallow masker heeft die twee ogen. Nou ja, als ik die twee ogen zo zou zetten, dan. Ja, dat zou wat een beetje moeilijk zijn om te kijken. Maar kijk, deze marshmallow, die staat zo meestal. Ja, met zijn ogen. Maar mijn ogen staan toch niet zo ver uit elkaar of zo? Ja, ik dacht trouwens dat een klasgenoot van mij, denk ik, dat die marshmallow ogen zo had gehouden. Al zo gewoon andersom. Ja, ik denk dat het veel beter is, want ja, het voelt ook niet zo fijn aan als ik het doe, als ik het op een andere manier doe, snap jullie? Kijk, hoe ver staan mijn ogen uit elkaar? Zo? Zo? Ogen staan zo ver uit elkaar? Dat betekent dat het een beetje moeilijk is. Hoe doe ik dit? Is de vraag. Ja, nou, hoe doe ik dit? Dat is de vraag, ja. Nou, zou ik het zo doen? Nee, zou ik het zo doen? Ah, jongens, dit is moeilijk hoor. Dit is. Oké. Nou, dan gok ik maar even wat. Zo? Ik zet hem gewoon zo. Dat is veel beter. In plaats van andersom. Want ja, hoe. Want ik moet het wel goed kunnen zien. Ik vind het niet zo fijn om op het breedste aan de onderkant te zetten. Want ja, dus dat is minder fijn natuurlijk. Want ik vind het fijner om een andere kant te zetten. Zoals dit hier. Ja, dan dat is veel fijner. Ja, jongens, ik moest even gaan kijken hoe wijd mijn ogen uit elkaar stonden. Daar was ik trouwens mee bezig. Ja. Ja, ik was hier al volgens mij trouwens een uur mee bezig geweest. Ja, het gaat lang duren, maar morgen heb ik een schoolfeest. Ja. Hup, hup. Oké. Ik heb twee punten gezet. Hier is een punt en hier is een punt. Zie, zoals jullie dat zien. Ik denk dat het wel meevalt hoor. Kijk, als ik het zo leg. Wacht, welke is nou de goeie? Ha, ja, dit kan. Dit kan gewoon. Want, kijk, als ik deze nou hier leg. Die oude. Die marshmallow ogen. Staan niet ver uit elkaar, maar het moet gewoon lukken. Dit gaat hem lukken. Dit gaat hem lukken. Beloof ik voor jullie, kijkers. Oké. Ja, hier zo. Ja, het wordt echt een beetje donker. Boeit me niet. Mijn ogen zijn ook niet zo goed te zien. Maar ja, dit heb ik dus getekend van een marshmallow masker. Ja, het duurde een kwartiertje bij me. Omdat ik
Precies wel. Ik denk dat het 3 uur zou duren, maar ja, jullie zien de ogen bijna niet. Oké. Nou, als ik dit zal doen, hè. Wacht, welk papiertje was voor mij? Ja, dit papiertje. Ik had de ogen in zo'n vorm gedaan en de andere kant in zo'n vorm. Dus de ogen zouden goed beëindigen, want ik ben geen marshmallow. Hallo, ik ben wel marshmallow. Niet de echte. Maar het zou echt leuk zijn als ik de marshmallow masker ga afmaken. Want ik denk dat het geschat wel 3 uur gaat duren. Jongens, even serieus. Ik moet wel een beetje oppassen voor dit naus, hè. Maar na 3 minuten ben ik niet eens verder dan dit gekomen. Wat? Dit gaat serieus lang duren. Ik meen het. Dit gaat lang duren. Voordat, ja, totdat ik het afkrijg. Dat gaat echt lang duren, jongens. Ik haat dit. Oké, jongens. Na een half uurtje heb ik pas met dit hier. Kijk, serieus. Oh, jongen. Oké, ik ga... weet je wat? Ik ga dit zo gewoon... Ik ga dit figuur een beetje schuin knippen. Hup, dan is dit stukje er meteen af. En dan kan ik de rest knippen, kijk. Mop. Eerst moet ik gaan prikken, maar nu ga ik knippen. Ja, maar jezus. Hoe regel je dit? Moet ik weer gaan prikken? Ja, dan moet dat, zo gaat het. De vraag is, hoe kan ik knippen? Dit stukje gaat zo lastig eraf. Te knippen. Om eraf te knippen. Wacht, ik ga nu even uitproberen. Even uittesten. Hallo? Hoe gaat het? Ja, die andere oog moet er ook nog af. Maar dit gaat een half uur duren. Wat is dit? Oh, jongen. Jongens, wat ik trouwens wil zeggen. Was hier trouwens een scheurtje geweest. Had ik weer even een wit papiertje. Ja, een wit stuk papier opgelijmd. Hier, zoals jullie dit zien. Ja, huppakee. En nu moet ik even kijken hoe dit is. Even kijken. De rechter marshmallow-oog. Lekker bezig. Zo kan ik even kijken, hè. Marshmallow. Ik ben een marshmallow. Marshmallow. Ja, goed zo. En nog de volgende oog. Ja, nou laten we nog een half uurtje ermee gaan beginnen, hoor. Bam, jongen. Ik ben er bijna klaar mee. Want, het is bijna 3 uur werk geweest. Serieus. 2,5 uur al. 2,5 uur werk. Ben ik maar hier gekomen. Dit is niet fair. Jongens, dit is niet fair. Maar als ik hem nu afdoe, dan lijkt het op een echte marshmallow. Kijk, zien jullie dit? Ja, die ogen lijken nu echt doordat het helemaal zwart is. Aan de binnenkant is het helemaal zwart. Maar nu lijkt het niet meer echt. Want deze zwarte plekken moeten nog op. Als ik er gaat in prik, dan is het wel een echte marshmallow. En het mondje moet ik maken. Jezus, dat gaat nu echt nog veel langer duren. En eindelijk, jongens. Nu is het de volgende dag. Jullie zien het ook. Dat ik andere kleding aan heb. En wat er met de marshmallow masker is. Tada! Ja, jongens. Het duurde echt reuze lang. Want ik moet het trouwens laten zien wat er gebeurd was. Of wat ik zelf heb gedaan en geknutseld. Zoals jullie zien. Huppakee, deze heb ik dus er niet ingeplakt. Weten jullie trouwens wat ik had gedaan? Ik kan het uitleggen. Trouwens. Het zou echt lang duren. Het zou ook niet zo makkelijk zijn als ik deze twee bladen erop doen. Want het zou wel kunnen. Maar ik had dus gedaan dat ik
een hele zwarte grote blad papier erop heb gedaan. Ik heb even opnieuw zo'n omtrek gedaan op school. Op school had ik dus een ander idee, want ik was op school en niet thuis. En op school had ik hem dus afgemaakt. Hier. Marshmallow ogen. Moest even dus met een zwart papiertje deze omtrek van die ogen gaan tekenen. Zoals jullie denk ik weten. En hier de andere kant ook hetzelfde. En daarna had ik de rest van het papier zo even gelijmd. En het mondje had ik even een deel waar het mondje paste had ik dus eruit geknipt. En dat was maar beter ook, want ja, je kan niet alles tegelijk in één keer gaan plakken. Dus had ik het papier in twee delen geknipt, dat ik een hele papier, een deel papier, aan de twee ogen heb geplakt. En een andere deel papier, het mondje. Dus ja, wij hebben hem dus afgemaakt. Zo heb ik hem dus afgemaakt op school. Want ja, dat was veel makkelijker geweest natuurlijk. Want we konden even een lijntje trekken en zo, hup, klaar. En zo ziet het eruit. De marshmallow masker. Kijk, als ik hem opdoe. Hey, hallo, ik lijk toch op de echte marshmallow? Ja, het is trouwens de volgende schooldag. Ik doe de volgende dag. Vandaag. Vrijdag. Ja, vrijdag 15 februari. Dan is het dus een schoolfeest. Ja, dan is het schoolfeest, inderdaad. Op mijn school, dan heb ik trouwens een schoolfeest. Waar we allemaal kunnen verkleden en zo. Ik verkleed me als een marshmallow. Hier wit. En marshmallow. Wit maskertje. Hallo. Hoe gaat het? Nou ja. Ik zie nog steeds heel veel hoor. Ja, wat vinden jullie ervan? Doe een duimpje omhoog. Marshmallow is leuk. Wat leuk dit. Oh, wat leuk zeg. Dit is echt zo leuk. Duimpje omhoog. Ja, jullie hebben het denk ik niet gemerkt. Maar hier zitten dus gaten in. En door deze gaten kan ik dus er doorheen kijken. Daarom heb ik hier een spijkertje. Waar ik die gaten in kan prikken. Zoals dit hier. Kijk, ik prik erin. La prik prik. Zo, nou ga ik even prikken. Nou, ik prik wel even verder. Want, ja, ik moet wel dit hele vlak met gaten inprikken, zodat ik het afkrijg, natuurlijk. Dus, zo gaan we dus prikken. Jongens, ik was trouwens bijna 5 minuten ermee bezig geweest. Ik had alleen deze gaatjes hier geprikt. En kijken hoe goed ik nu kan zien trouwens. Ja, ik kan goed zien. Echt, ik vind het echt super tof. Want omdat ik marshmallow ben. En hopelijk bij het schoolfeest kan niemand mij herkennen. Nou ja, ik probeer trouwens ook een vlog van te maken. Van het schoolfeest. Dus geniet. En like. Ga zeker liken.